Dit is het doorgeefproject wat ik samen doe met Sinhak Noord. En ik heb een plan bedacht en dat gaat over drie dingen. Het gaat over delen, laten zien en verbinden. En iedereen die stelt zich eerst heel kort voor. Dan heb ik een vraag. Dat is, wat vind je van je woonplek? Waar ben je er gelukkig mee? Of een andere vraag, wat vind je leuk om te doen in huis of in de wijk? Of heb je een hobby? Dat is de tweede vraag. Dat gaat over delen. En laten zien is, wat is het uitzicht van de achterzijde van je woning? En ik vind het leuk om dingen te laten zien die je normaal niet ziet als je door de wijk loopt. Dat is ook heeft ook iets met nieuwsgierigheid te maken. En het verbinden, dat gaat over dat je de camera doorgeeft aan iemand uit je omgeving. Iemand waar je ook nieuwsgierig naar bent. Of die je wil voorstellen aan de mensen. En dan kan die andere persoon weer dezelfde vragen beantwoorden. En zo gaat de camera door naar de volgende persoon. En dan krijgen we een soort ketting van allerlei mensen. En de eerste die ik heb uitgekozen, dat is Mireille van Sinhak Noord. Nou, ik ben Mireille dus van Sinhak Noord. En Sinhak Noord is de wijk-tv in de deelgemeente Noord. En ik werk hier al 10 jaar. Nou, wat doen we? We maken wekelijks een tv-programma en maken we reportages over van alles en nog wat. Waarom het leuk is om wat het leuk is van dit doorgeefproject is dat we sowieso weer op zoek zijn naar nieuwe mensen. We hebben sinds kort een website, dat heet rotterdamnoord.tv. Dus dan kan iedereen die in Noord woont, werkt of weet ik het wat anders doet. Die kan dan bij ons komen om een filmpje in te leveren. Dus een kort filmpje, dat kan 30 seconden zijn, een minuut, maar maximaal 3 minuten. En dat kan dan via ons op die site geplaatst worden, zodat die site dan een soort echte verzameling wordt. Van gewoon echt van alles wat er dan in Noord gebeurt. Er komen ook andere dingen op die website, het nieuws en weet ik het allemaal. Maar eigenlijk is het een soort portal. Van alle filmpjes in Noord. Nou, dan ga ik nu even het achteruitzicht laten zien bij ons. Nou, je wordt er niet helemaal vrolijk van, moet ik zeggen. Het is een beetje gek, het is een balkonnetje. Of een veranda. En als je erop komt, zal je zien. Ja. Een witte muur. Ja. Nou ja, oké. Dus hebben we voor de gezelligheid maar plantjes hier neergezet. Nou, daarachter zit Accent, dat witte gebouw. Dat is praktijkschool. Zit daar overdag en 's avonds een school voor volwassen verstandelijk gehandicapten die daar allemaal cursussen doen. Daar heb ik ook nog een keer les gegeven trouwens. Okay. Dat was heel erg leuk. En wie geef je de camera door? En ik geef de camera door aan Sabrina. Ik moet zeggen, die is ook van Sinhak Noord. Ze heeft heel lang de presentatie gedaan, maar ze woont in Bergpolder en ze zit ook heel erg in Bergpolder. Dus het lijkt me een goeie om bij haar te beginnen, zodat de camera dan gewoon door Bergpolder kan en misschien ook nog een stukje Liskwartier. Ik ben Sabrina, ik woon in Bergpolder met mijn gezin. Ik woon hier al bijna 6 jaar en ik vind het hier hartstikke leuk. Je woont in Bergpolder. Wat vind je ervan om hier te wonen? Ik vind het gezellig, zeker zomers, wanneer iedereen lekker buiten zit en er veel contact is met de buren. Ook doen we veel aan opzomeren. 'S Winters doen we de winterborrel, zomers de barbecue. Het organiseren we met z'n allen. Dat maakt de wijk erg leuk. Nou, je hebt al een beetje gezegd wat je leuk vindt om in de wijk te doen. Wat vind je in het algemeen leuk om te doen in huis? Heb je een hobby of zo? In huis niet. Ik vind het wel heerlijk om van mijn tuin te genieten. Ik heb mijn tuin op het zuiden, dus zodra de zon schijnt, doe ik daar mijn voordeel mee. En ik vind het sowieso erg leuk om in deze wijk een tuin te hebben op het zuiden. Nou, dat is gelijk de volgende vraag. Dat is ook de achterkant, hè, van je... Ja. Ik weet niet, deur aan de boek. En ieder jaar doen we er weer wat aan om de tuin wat toonbaarder te maken. Zo is dit jaar de schutting gemaakt door mijn vriend. Die heeft hij helemaal zelf gedaan. En ik heb er mooi een druiventakje doorheen geregen. In de hoop dat ik volgend jaar druiven kan plukken dat ik lekker aan het zonnen ben in de tuin.
Bij deze geef ik de camera door aan Bella. Hallo, ik ben Bella en ik woon in Bergpolder. En wat ik leuk vind aan deze buurt is de diversiteit aan mensen. En dat er altijd wat leuks te beleven is. Je moet het wel een beetje opzoeken. Ik woon 4 hoog en daarom mis ik soms de natuur. En heb ik ook een volkstuin. Ik ga ook eventjes laten zien wat de achterkant is van mijn buurt. Even kijken. Zo. Dit is mijn balkon. En dit is de achterkant. Een kinderspeelplaatsje. En dat was het. Story, and since it is a true story, I will not mention any names. Do you know the green house on the hill? Well, once it was yellow. The house stood empty and run down for many years. Then one day a man came along and bought it. Cheap it was.